Partner van TVA Sport Arena is Hekkert Autogroep. Welkom terug aan de Sport Arena Tafel. En inmiddels aangeschoven en gehuurd aan mijn dialect twee Limburgse jongens van MVV, Kjell Knops en Brian Smeets. Dan mocht van geklapt weer. Ja. En op de achtergrond nog steeds die mannen van dat grote bedrijf in Venlo, waar we de naam nimmer van nummer, maar die de Mont Ventoux gaan beklimmen voor het goede doel. Brian, Kjell, ook bejucht de eerste vroeg. Wat overheerst na afloop van het seizoen? De teleurstelling of een andere gedachte? Brian. Ik denk dat we niet teleurgesteld hoeven te zien. Ik denk dat we een prima seizoen hebben gedraaid. Als ze dan play-offs kunnen holen en die kunnen ze daar nog spelen. En de red ze daar net niet om de volgende ronde te holen. Dan is dat wel dingig teleurstellend, ja. Dan kunt dat wel best wel heel aan bij de... Maar dat is een moment. Dat is een moment, ja. Kjell, als er van tevoren is, voor dit seizoen MVV holt de play-offs, tekenen we voor, denk ik. Ja, absoluut. Ik denk de doelstelling van ons wel dit seizoen om eigenlijk zo snel mogelijk gewoon een rustig seizoen te spelen en niet meer naar onder te overkijken. En ja, toch proberen hem stiekem met die eerste nuke te eindigen. En ik denk inderdaad dat ze van tevoren als gezag voor hun de play-offs hadden, denk ik dat ze dat zo vertekend. Bij die eerste negen eindigen, dat waren uiteindelijk nog lastig. Dat moest echt de laatste wedstrijd aan te pas komen. Dat ging tussen vier ploegen. Dat maakte toch wel leuk. Niet voor Fortuna in dit geval, maar de spanning was goed. Toch? Ja, absoluut. Ik denk op het einde dat ze met Fortuna, Dordrecht en Go Ahead Eagles, dat ze nog strijd om die laatste twee plekken. En ja, dat ze uiteindelijk wel, dat is alleen maar super. Ik heb een paar keer gezien dit seizoen. Ik heb altijd het idee van, is MVV compleet? Daar zit er veel meer in. Als die negende plaats, en waarschijnlijk ook nog veel meer als de uitschakeling tegen Cambuur in de eerste ronde van de play-offs. Ik bedoel, de mensen in de beslissende fase, Sjors Verdelle en Tom Daan. Heeft dat jeugdige groep ook gespeeld, Brian? Ik denk het niet. Ik denk dat het altijd goed is opgevangen geworden. Als je kijkt naar de eerste seizoenshelft, spelen we gewoon echt heel goed voetbal. En zo zullen ze dus eigenlijk wel zeggen dat ze... Ja, dat ze veel hoger op kunt gewoon. Uiteindelijk krijgt ze dus natuurlijk wat tegenslag door het seizoen heen. En met blessures, schorsingen. En dan moest ze gewoon puzzelen. En dan wordt het krap, dan kan het moeilijk weer. Maar uiteindelijk is het toch positief. Ja, ik had het gevoel, zeker in die beslissende fase, dan hebben ze net die ervaren krachten. Dan hebben ze juist nodig. Misschien zo'n eerste toeswedstrijd tegen Cambuur in de play-offs. Is ook zo, misschien zijn dat dan de jongens wat dan net dat extra's kunnen brengen. Maar dus wie Brian zit, we hebben denk ik wie Tom en Charles voet voor is natuurlijk een aderlating denk ik. Maar we hebben denk ik met een hele jonge groep toch heel goed opgepakt. En uiteindelijk toch heel veel punten gehaald na de winterstop. En uiteindelijk ook die play-offs gehaald. Absoluut. En ik ben natuurlijk ook een beetje aan het triggeren. Want ik bedoel, Tom loopt altijd in de buurt van dicht op het middenveld. En Sjors speelt, ja, dicht best aan links bijna, maar Sjors speelt er nog meestal achterin. Dus het kan ook wel eens ten koste van elkaar, zou het kunnen gewoon. Ja. Maar even over u. Ik wil dat je even van elkaar vertelt wat de sterkste punten zijn. Dus Brian, wat is het sterkste punt van Kjell? Wat is het voor een voetballer? Traptechniek? Traptechniek. Wat is het voor een voetballer? Ik denk dat een voetballende verdediger is. Die probeert toch zoveel mogelijk alles voetballend op te lossen. Behalve tegen de amateurs in de beker, maar daar komen we niet meer op. Altijd lastig. Wat is Brian van de voetballer? En wat is zijn sterkste punt? Ik denk dat Brian, tenminste voor mij, een echte tien is. En een jongen wat spelen voor zich had. En een goede trap met zijn rechterbeen. Ik denk dat echt een nummer 10. Ik hoor allebei traptechniek. Het is eigenlijk jammer dat we hier in de sportarena niet ouderwets die golen bestoven. We even dat latje trap tegen elkaar hadden kunnen gaan doen. Dat is eerst zo. Ik zie ook dat je allebei redelijk gespierd bent, vullend krachthonk. Af en toe, hè. Moet af en toe. Ja, je doet zelf na de training dan nog wel dat ik specifiek bezig ben met... Een fysiek sterker te worden, ja. Dat is het laatste jaar ook bij dich heel duidelijk naar voren gekomen, vind je. Ik moet zeggen, ik zocht dicht dan voor. Verrek, wat is ster groot geworden, stevig. Ja, ik denk dat het al in ieder geval winst uit kan halen. En
ja, dat het er al vol voor moet gaan. Ja. Ik heel even WK onder 17 gespeeld in 2009. Dan komen ze op de DSM Voetbalacademie. Christian, je oogt de stempel met een van de grootste talenten van MVV. Wie is het met een van de grootste talenten van MVV? Wie was Lix op koers? Dat weet ik zelf niet echt. Ik weet wel dat ik steeds stapje voor stapje beter weer en mij beter kon ontwikkelen. En dat kwam ook denk ik, door de ervaring. Ja, vorig jaar heb ik wedstrijden gevoetbald. Dit seizoen heb ik veel wedstrijden gevoetbald. Dus zo kan ik me eigenlijk vormen. Ja, en ik vind, wat je net al zei, de stijgende kerel op het veld. Zowel in balbezit als bij balverlies. Dank je. Dat is ook een verschil met dat kleine metje van vroeger al, denk ik. Ja, dat klopt. Ik denk dat ik een paar jaar geleden toch nog te leven voor een heleboel dingen. En dat ik dat nu toch op een andere manier probeer op te pakken. Ja. En dat lukt aardig. Dus we mogen nog wat van dicht verwachten komende jaren. Ik hoop het. Ja, wat misschien heel weinig mensen weten, maar volgens mij heeft zich de meeste prijzen gewonnen bij MVV. Dat ben ik zelf niet eens van op de weg. Die heeft ze KVB-bekker gewonnen, hè? Met Roda. Met Roda, nu komen ze te jeugd blijven voor Roda. Bij de bekerfinale, zult ze bij de selectie. Zult ja, ze op de bank, hè? Toen hebben we hem verloren. Goed voorbereid. Dat wordt tegen Feyenoord, ja, klopt. Ja, volgens mij ben je het dichtste bij de prijs geweest. Dat klopt nog eens. Ja. Maar die ervaring neemt ze met. En heb ze toen in de bekerfinale heb ze geen minuten gemaakt? Nee, klopt. Dat is pas gekomen in het... Wim was toen trainer bij Roda? Martin Koopman. Ja. Die had ik laten debuteren. Klopt. En de best uiteindelijk op doodspoor door geraakt. Ja, toen is Martin Koopman is Harm van Veld overgekomen. En ja, toen is dat eigenlijk steeds minder geworden. Dan ben ik langzaam van de bank ben ik, tribune. Naar de tribune verhoest. Kwam ook omdat er een aantal verdedigers metkwamen. Of overkwamen naar Roda JC toen. Ja, klopt. Erik Adokim toen en Kruiswijk ook nog. Dus dat wordt toch wel jongens. Ja, dat is veel doorgaardig, Kruiswijk. Ja. En linksbenige centrale verdediger was tegen ook geambieerd. Ja. Ja. Ik heb gedebuteerd bij Roda als linksback volgens mij, voor La Chambre toen. Ja, klopt. Of Marcel de Jong. Ik weet niet meer precies, maar tegen NAC in de toetswedstrijd. En daar heb ik de laatste 10 minuten mogen meedoen. Ja, ook Tig was een groot talent in de Roda-opleiding. Ik kom ze op doodspoor, wat ik dan zo mooi vind, want ik zeg eigenlijk tegen iedereen, dat is onmogelijk. Als je eenmaal de stap terugzet naar de amateurs, zoals je Stig gedaan hebt naar EVV, dat is hetzelfde dat ze nog een keer terug in betaald voetbal komen. Dat is zich toch gelukt. Wie hebben ze dat gedaan? Goeie vraag. Ik ben eigenlijk nooit dat ik bij Roda het contract afleep. Toen ben ik gewoon nog verder gaan kijken of ik in de eerste divisie... toch in de bak was komen. En heb toen ook inderdaad met trainer Tros contact gehad. Hij is uiteindelijk niet doorgegangen. Ik ben bij Amersfoort op gesprek geweest. En ja, dat wordt toch niet echt een aanbieding. Hoe ik zeg van nou, daar wil ik nog eigenlijk alles voor doen. Gewoon ondertussen toch al 23. En als ze 18 jaar bent, dan zijn ze al sneller van ik gewoon proberen en investeer. En toen ook zeg van ja, goed, dan kies ik voor mijn maatschappelijke carrière. En toen ben ik gaan werken 38 stonden in de week. Als wat? Als in eerste instantie als administratief medewerker en naderhand als medewerker verkoop binnendienst. Ja. En dan even ben ik gaan voetballen bij EVV in de topklasse. Drie keer in de week trainen, eindelijk over in de week nog zaalvoetballen begreep ik met dat harde linkerbeen. Schot in dat linkerbeen. Ja, daar moest ik van hebben, gewoon een echte zaalvoetballer. Ja, maar wel goed, de best dus echt volop eigenlijk ook blijven trainen. En heb zich dan door zo in de kieker gespeeld dat René Tros toch weer aan de telefoon ging? Ik denk dat ik René nog heel goed kost van mijn tijd bij Roda. En ja, René wordt toen assistent-trainer bij het eerste. En ik deed het op dat moment heel erg goed bij het tweede. Ik heb een hele goede voorbereiding toen in de zomer van 2009 of 2010. Ik heb een hele goede voorbereiding bij Roda gehad. En dat had het toch eigenlijk altijd in zijn achterkop gehouden. En ja, toen zijn ze vorig jaar een paar keer komen kijken bij EVV. En ik denk dat ik ook wel een goed seizoen bij EVV heb gehad. Ja, en van het einde kwam het ander. En ja, toen had René mij opgebeld of je nog interesse had om eventueel naar MVV te komen. En was dit seizoen? Dat heb je regelmatig gespeeld, heb je veel gespeeld. Ja. Best tevreden? Ja, absoluut. Van tevoren had ik dit niet gedacht eigenlijk. Als je gaat van, ja, ik wil zoveel mogelijk minuten maken en ja, alle wedstrijden wat ik speel is metgenomen. Maar goed, uiteindelijk heb ik er 32 van de 34 gespeeld. Dus. Ja, Brian, misschien ik heb van de EVV, dan ga je naar MVV. De wereld ligt eindelijk aan zijn voeten, want hij mocht gaan samenwonen in de grote stad met zijn pet. Die mocht eindelijk naar Maastricht, hè, want dat is gebeurd. Daar hebben ze een nieuwe baan gekregen met een sponsor van MVV. Dat is de sponsor.
dat deze kalender maakt. Ja. De Miss MVV kalender. Dan weet je hoe dat vergeet. Nu hebben wij voor 10 dagen. Voor 2 weken mag ik zeggen, is de sportarena met de Miss MVV-verkiezing. Ik verheug me er nu al op, kan ik zeggen. Ik ben heel benieuwd, heren. Dit is de van vorig jaar. Wat was uw voorkeur? Stephanie Kuipers, voorop, Miss MVV? Nee. Dan zal ik even kijken, want volgens mij heb ik uw voorkeur hier. Ja, klopt. Ik weet niet of de vriendin van Eure Tamalense. Dat was ook mijn persoonlijke voorkeur. Ze duidt nu niet meer, denk ik. Of weet wel zeker. Maar het motto is dus wie minder ze aanheeft, wie beter. Ryan? Ja? Ja. Ja, het komt er wat moeilijk. Ik verwacht dichtwerks nu voor de makers van de kalender. Ik neem aan dat ik voor 2 weken ook in de jury zit namens MVV. Ja, we hebben toevallig een mailtje gekregen van Stijn Vullings en... Ja, goed. Bij deze geef ik me op voor om te jureren. Best niet om te kopen. Ik zal het op je verbaat. Ja, nee, klopt. Nee. Bij zeggen, ja. Hey mannen, wat ik heel benieuwd ben. Je bent profvoetballer. En dicht was eigenlijk nu al semi-prof om te werkster bij. Dicht voelt prof nog? Alleen voetbal? Ik ben alleen met voetbal bezig. Ja, semi voelt is een beetje voor, maar alleen voetbal. Wat investeert je in een sport om eruit te halen wat... Wat je van droomt. Ik bedoel, ik heb van de week die reportage nog een keer gezien van Pierre van Hooijdonk op televisie. Als ze zus ook, wie vaak de noorden training. En ik heb hem als klein mannetje, want hij is van mijn leeftijd gezien. Dat was echt een vrije trap, neem maar wie er 19 of 20 wordt. Dat is alleen maar oefenen. En dat is gewoon fantastisch geworden. Heb zich ook zoiets waarvan ze zegt, behalve die krachttraining om sterker te werden, wat heel belangrijk is. Door investering in extra om beter te werden. Ja, ik denk dat ik dat elk seizoen probeer en dat dan nog goed. Dit seizoen heb ik echt de focus gelegd op het fysieke gedeelte. Daar kwam ik vorig jaar dingen gat tekort in. Dit jaar heb ik dat goed opgepakt. Ik heb nu alweer mijn doelstelling voor volgend jaar. Ik wil gewoon nog meer dreiging naar de goal toe krijgen. Mijn scorenvermogen moet omhoog toe. Dus dan moet ik op gewoon trainen. Dan moet ik het oor dieper maken. Ja, en dat is dus eigenlijk met de spitsen samen trainen, de voorhoede, tweede paal B sluiten, 16, terugleggen, bal. Bij wijze van spreken, ja. Dicht met die schoot. En voor dicht, Jel? Voor dicht wel het moeilijke, want dicht werkt, die trains. Ja, gewoon samen, dat kost ook kracht en energie. Klopt, inderdaad. Fulltime baan. Ja. Nee, maar heb ze ook ambitie nog om als voetballer beter te worden? Ja, absoluut. Ik hoop toch ooit nog de stap te kunnen maken om hem toch nog met de Eredivisie in te kunnen gaan. Omdat je Bureau dat nooit hebt gekend. En ik heb zo gehad van ja, ik zou toch wel eens scherp willen weten of ik dat niveau ook aan kan. En dan doe ik nog de trainingen, probeer natuurlijk om mijn kopkracht te werken omdat ik verdediger ben. Ja. Mijn sprongkracht is ook wel belangrijk. En ja, dan even probeer ik mijn linkerbeen, de passing, probeer ik gewoon steeds beter te maken. Want dat is denk ik toch wel een sterk punt. Ja, dat soort dingen bedoel ik. Dat ze die, wat Brian net zegt, voor zichzelf doelen stils, een kaart brengt. Is denk ik het allerbelangrijkste als prof. Van hey, hier ben ik en daar wil ik naartoe en dat heb ik te verover. Ja, dat is maar mooi om te horen, want Willem Jansen, ook een jong van hun leeftijd, dat is ook in 24, dat is 10 leeftijd. Ja. Zelfs bezig met de psycholoog en alles om die doelen te kunnen stellen, om beter kunnen met techniek training, om nog sneller handelingssnelheid te krijgen. Ja. Dat is belangrijk, denk ik, of niet? Heel belangrijk, ja. Zeker weten. Ja. Jongens, volgend jaar het team, wie zit er toe? Wem blijft, wem gaat weg? Is het al een beetje duidelijk in Maastricht? Nee, eigenlijk niet. Wem staat er in de spits volgend jaar? Goeie vraag. Ja, weet we zelf ook niet. Dus we weten dat er van een aantal jongens de contracten aflopen. En daar is er nog niet zeker van hoe ze allemaal heen gaan. Dus ja, dat is voor ons ook een verrassing wat volgend jaar op het veld bij MVV staat. Ja, laten we dan zeggen, het belangrijkste doel wat het eerste komt is een goede Miss MVV kiezen die de rest van de troepen scherp hield. Toch? Ja. Klopt. Heel serieus. Ik wens u heel veel succes met uw carrière. Doe voorzichtig in het samenwonen in Maastricht. Het is een hele gezellige stad. Ja, absoluut. Dicht voorzichtig in de krachtgonk, Brian. Het is nu genoeg. Voor 2 weken waarschijnlijk weer aan tofel als jurylid. Dank u wel. Wij gaan naar Huub Driessen. En Huub Driessen, het een Amerikaanse sport die naar Limburg is gehaald, is bekeken. Roller derby.
Vera Voederer, de vrouw die het rollerderby introduceerde in Limburg. Vera, wie kwam ze erbij? Ja, ik zag een film, eind ergens 2010 geloof ik dat het was. En het ging over rollerderby, stoere meiden op rolschaatsen. En ik ga rolschaatsen en ik dacht, wow, dit is gewoon stoer. Ja. Welcome to Skate Night at the Warehouse. I just want to tell you all that you're my new heroes. Well, put some skates on. Be your own hero. The last time I wore skates, they had Barbies on them. I want to be her. Yes, I do. En wat is stoer aan rollerderby? Wat is het precies? Rollerderby is een full contact sport voor vrouwen. Dit is een wedstrijdsport, ook een teamsport. Je probeert punten te scoren, twee teams tegen één. En dit is een full contact sport, dus duwen met heupen, schouders, dat is allemaal geoorloofd. Dus je moest niet bang zijn om te vallen. En dat is het stoere er eigenlijk aan. En op rolschaatsen. Dus ja, korte rokjes, sommige duwen hebben panties aan. Ja, wat wil ze nog meer? Zeg, de mansluwen mogen die niet meer doen eigenlijk. Wat is dat voor een onzin? Ja, dat moet er voor Shell zijn. Hè. Nee, de mansluwen die zijn nu aardig. Het moet een beetje in toom te houden. Die mogen meedoen als scheidsrechter. Dus sinds vrij strenge regels. En die vrouw die inderdaad een beetje in toom te houden. Want ja, vrouw die onderin, die kent het. Daarvoor zijn die mannen nu aardig. Ja, de enige man vandaag aanwezig, Johan Voederer. Ja, de referee, zal ik zeggen. Ja, inderdaad. Of de zebra, zoals ze het wel noemen. Ja, hey, maar hoeveel doen die mansluwen eigenlijk nu met? Ja, wat mij betreft, er zijn wel mannenteams, dus het is niet zo dat ze helemaal niet meedoen. Maar historisch gezien is het wel zo dat het de hele sport door de vrouwen is opgezet. Ja. En wat mij betreft is het echt hun ding, hun feestje. En dan zou ik zeggen, dan doog ik mezelf op die fruitblazen of niet? Ja, zou kunnen. Maar goed, het is wel een leuke sport, ze willen wel die betrokken zijn. En ja, dan als ref, dat is leuk. Maar moeilijk te beoordelen of op zich vliegenmakkelijk? Nee, dat is heel moeilijk. Er gebeurt zoveel. Er zijn nog meer refs aanwezig dan skaters op de track. Nee, het is echt heel moeilijk om dat allemaal goed te zien en goed te doen. Daniel Paffe. Dat klopt. De voorzitter van, wie heet die club hier? Pinkpel. Pinkpel, wat is dat? Het roze gevaar. Ja, en is het een beetje een roze gevaar? Ja, deels wel. Hé, hey, maar ja, ik zing het op de Ruckstone. Dat is natuurlijk ook bijzonder. Ja, in rollerderby heeft iedereen zijn eigen bijnaam. Ja, die van je mij... hebt een alter ego. Ja. En wat is het alter ego van Daniel Paffe, de voorzitter van... Die van mij is Danoontje Power. Ze zijn erg lekker. Ja. En ik wou iets krachtigs hebben wat niemand anders had, en, maar toch ook weer lief. Ja, ik vind het liever dan krachtiger, eerlijk gezegd. Ik ben ook een heel lief meisje. Ja. We hebben echt van alles. Dus die doen eigenlijk die roze pakjes aan en dan veranderen die van karakter, als ik dat goed begrijp. Ja, van lief kantoormeisje tot stout derbymeid. Ja. Claire Salenteng, klopt dat precies? Ja. Hey Claire, ja, ik bedoel, ik heb hier net een paar alter ego's gezien. Ik heb de Caribbean Punch gezien, Danoontje Power. Ja. Maar ja, we zijn natuurlijk benieuwd naar het alter ego van Claire. Mijn alter ego is Baby Lou Tattoo. En waarheen is dat genoemd? Ja, dat valt wel te zien hoe dat nou genoemd is. Dat is gewoon allemaal naar mijn tatoeages die ik heb. En, Baby Lou Tattoo is een beetje een afleiding, want het klinkt heel schattig en het klinkt heel lief. En het beste nummer aan ogen, of niet? Behalve... Totdat ik mijn rolschaats aantrek. Ja. Zeg maar, wat bezielt nu een meisje wat onlangs een kind gebaard heeft om hier die gevaarlijke dingen te komen doen? Het is even heel goed anders. Ja. Ja, nou ja, onlangs, mijn dochter is 2, maar het is even helemaal anders. Het is echt even... geen moeder meer, geen werknemer meer, geen huisvrouw meer gewoon. Dit is voor mij, dit is met de meiden samen. Even een oetlotclub, fijne sport. Voor de frustraties kwijt. De West qua outfit toch wel het opvallendste type vandaag. Dat is toch om, dat is toch om het publiek te plezieren, of hoever is dat? Nee, rollerderby heeft gewoon een hele bepaalde cultuur en outfits. En de meeste meisjes die hebben training outfits aan. En dat zijn toch dingen die ze, ja, die ze zien. Dat zijn toch de korte broekjes, de netpanties, de hoge kousen, de tops. Het hoort er gewoon een beetje bij. Ja. Sterke vrouwen. Ik moet zeggen, je verrast de mannelijke supporters daarmee.
Ja, dat is ook de bedoeling. Het is niet dat ze zich een lusobject voelen. Oh nee, absoluut niet. Ja, nee, ik bedoel, zo kennen we. Als ze naast ons komen staan, denk ik dat wij ze eerder de man staan. Ja? Hey, en wat zou een reden voor ieder meisje in Limburg moeten zijn om hier te komen skaten? Nou, als je lekker met meisjes wil skaten, gezellige groep, een beetje agressieve sport, dan zit je bij ons goed. Dat zo abiet, de roller derbyers uit Limburg, een beginnende vereniging. Maar ooit, dan komen hier in Heerlen Amerikaanse toestanden. En die zijn er zo goed. You hit me once, I hit you back. You gave a kick, I gave a slap. You smashed a plate over my head, then I set fire to our bed. You hit me once, I hit you back. You gave a kick, I gave a slap. You smashed a plate over my head. Then I set fire to our bed. Ja, hubrisse op zijn bekende manier. Geweldig. Mannen, nog één vraag ter afsluiting. Wim werd Europees kampioen. Kiel. Ik hou natuurlijk in Nederland, maar ik denk zelf dat het Spanje of Duitsland gaat worden. Brian? Ik denk Spanje. Ik denk het niet, maar... Ja, ik hoop natuurlijk Nederland, maar... Ik denk ook dat Nederland werd. Ik ben gewoon overtuigd, maar we hebben dadelijk in de wedstrijd Nederland-Duitsland. In Kerkrooi leeft dat natuurlijk extreem als ze door op die grens gaan. De grens, ja. Wat werd dat? Gaat Nederland het onderspit delven dan, als ik het begreep? Nee, ik denk dat ze het dus wat moeilijker gaan maken als we laten een oefenwedstrijd. Dus ik denk wel dat Nederland... ja, normaal werd het geleakt spelen. Dus misschien werd het dat ook wel. Ik denk dat de Nederlanders winnen van de Duitsers. Kijk, ik wou toch positief afsluiten. Ja. Want ik zal even de uitzending samenvatten. We hadden Jessica Blaska, ja. Olympische Spelen, net niet gehoord. We hebben de mannen van MVV, Brian Smeets en Kjell Knops. Playoff finale, net niet gehoord. En laten we dus hopen dat het Nederlands team de finale wel gaat halen. En ik bedank ook de club van de week nog steeds op de achtergrond. De mannen van dat grote bedrijf, ook de naam nimmer van hem. En die de Mont Ventoux gaan beklimmen. Dat mocht nog eindelijk even geklapt worden. Volgende week zijn we terug. En dan zit onder andere Gert Jacobs hier weer aan tafel. Bedankt voor het kijken. Prettig weekend en tot volgende week. Hoi. Partner van TVA Sport Arena is Hekkert Autogroep.